De dag daarop verscheen ik weer voor mijn studenten. Die leken opgelucht te zijn, want enkele dagen daarvoor had een van de jongens een incident gehad met mijn vervanger. Het was namelijk de gewoonte dat de seminaristen op hun verjaardag lectoren trakteerden. Meestal betrof dit een lekkere Monte Cristo sigaar of een pakje sigaretten. De oude pater Deuten bleek die dag niet bijster goed gehumeurd te zijn, want op het moment dat hij met zijn rug naar de klas stond, hij bladerde in een boek, kwam een jarige student met een pakje sigaretten naar voren en probeerde de aandacht van Deuten te krijgen. Deze draaide zich plotseling om en gaf de jongen een harde klap in het gezicht, waarbij hij orde riep. Het slachtoffer viel met het hoofd tegen een van de lessenaars en liep hierbij een lelijke hoofdwond op. Sindsdien had Deuten zich ziek gemeld en hij is 2 weken na mijn terugkomst uit Londen aan een hersenbloeding gestorven. Mijn gemoedsrust kreeg die eerste lesdag geen voet aan de grond en ik was blij dat het avond werd. Ik had de prior uitgenodigd om 's avonds samen het mysterie van de tekst te ontraadselen. Om 8:30 die avond kwam hij mijn kamer binnen en bracht een hele dure fles Châteauneuf du Pape mee, die hij direct na binnenkomst ontkurkte, zodat de wijn nog een tijdje kon chambreren. Ik plaatste een grote kaars op tafel en sloot de gordijn. Hierna liet ik hem de tekst zien en vroeg naar zijn eerste indruk. De prior fronste en zette met een zucht een kleine leesbril op. Gedurende een vol kwartier bestudeerde hij, zonder een woord te zeggen, de brief van Père Justine. Onderwijl meende ik soms een huivering bij hem op te merken. Hij hield het papier schuin en liet er het licht van de kaars overheen schijnen, waarbij hij er spiedend overheen keek en soms even zijn leesbrilletje oplichtte. De prior zuchtte opnieuw en zei toen... Ik kan er het volgende over zeggen. Het manuscript bevestigt ons idee omtrent de eindtijd... Maar dat licht ik later nog toe. Allereerst denk ik dat de bewuste spaties opzettelijk zo gebruikt zijn om incentrieke herkomst weer te geven. Zoals je weet is het getal 666 volgens het 13e hoofdstuk van de Apocalypse het getal van de antichrist. Gezien het feit dat het geschrift afkomstig is uit de Lazarusabdij in Stalay, moeten we het ergste vrezen. De prior staarde even naar de walmende kaars en keek mij toen met een bleek gezicht aan. Zelden had ik hem zo ernstig en zorgelijk zien kijken. Hoe bedoelt u dat? Kent u deze abdij? Kennen is te veel gezegd, maar ik meen enkele jaren geleden eens gelezen te hebben dat enkele monniken van deze abdij tijdens de chaos van de Tweede Wereldoorlog in Jeruzalem zijn betrapt bij een illegale opgraving. Het is echter nooit duidelijk geworden waarnaar ze zochten en werd gesuggereerd dat het om een kleitafel ging die volgens de mythologische overlevering door de aartsengel Michael onder de fundamenten van de tempel is begraven. Een kleitafel? Weet u wat er opgeschreven staat? Nee, natuurlijk niet, want er is nog niemand geweest die hem gevonden heeft. Maar dan is het toch niet zo obscuur dat de monniken ernaar gezocht hebben? Misschien wilden ze een reliquie? Onzin, Hugo. Zeker in het licht van de nieuwe feiten en gebeurtenissen mogen we vraagtekens zetten bij deze opgraving. Ik vind het echter allemaal nog niet zo merkwaardig. Alhoewel, ik moet zeggen dat het me wel herinnert aan het feit dat ook de eerste tempelridders tegen het einde van de 11e eeuw er opgravingen hebben verricht. Ik dacht in de paardenstallen onder het tempelcomplex. Waarschijnlijk zochten zij de Heilige Graal of de Ark des Verbonds. Bekend is dat de tempelieren lange tijd de rijkste en machtigste ridderorde in de middeleeuwen waren. Misschien hebben ze daadwerkelijk iets belangrijks gevonden. Nee, ik vermoed dat ook zij de kleitafel zochten. Voor zover ik het me nog herinner, stamt de legende over de lapis Jeruzalem, namelijk uit een Joods brondocument dat in de 3e eeuw na Christus is gevonden en bestudeerd door barbiologische gnostici. De leden van deze secte zochten namelijk steeds meer houvast in de mystiek en in magische riten als wapen in hun conflict met de kerkvaders. In het oorspronkelijke Joodse document staat vermeld dat de bezitter van de kleitafel ultieme kennis verkrijgt over goed en kwaad. De inscripties op de stenen schijf zouden namelijk rechtstreeks geïnspireerd zijn door de mystieke boom van de kennis van goed en kwaad uit de tuin van Eden. In de Kabbalah, de geheime leer van het Jodendom en een compendium van de Joodse filosofie, staat de Sefirotische boom die de domeinen van de vier werelden beschrijft ook centraal en vormt ze eigenlijk een reisgids voor hen die kennis zoeken over het goede en het kwade. Interessant. Het is in Genesis 2 vers 17 dat over de boom van goed en kwaad wordt geschreven? Precies. En weer het getal 17. Je weet wat ik daarover heb gezegd. Het wordt steeds gekker.
En het was Satan die vermomd als slang de eerste mensen tot zonde bracht. Satan en Eva, de appel en de verleiding. Het verlangen van de mens om aan God gelijk te zijn. Een brutale list met een appel is ons fataal geworden. Natuurlijk gaat het hierbij niet om een echte vrucht. Maar zeker is dat nadat Satan de eerste mensen tot kennis bracht, want daar gaat het om, God de mens uit zijn hof bandde en hem tot sterfelijkheid verdoemde. Gij zij stof, en tot stof keert gij weder. Luister Hugo, de aartsengel Michael wil de mensheid nog één keer de kans geven om tot God terug te keren. Daarom wil hij ons nogmaals confronteren met de kennis over goed en kwaad. Het hemelse mechaniek waarmee het universum bestuurd kan worden. Goed en kwaad, elkaars pendanten en samen het equivalent voor macht en universele kennis. Door deze confrontatie wordt de mens gedwongen stelling te nemen. Voor of tegen, hemel of hel, donker of licht, Satan of God. Daarom de lapen Jeruzalem, want Satan zal daar in de eindtijd zijn om zijn ontzettende gruwel op te richten. Denk maar aan de Bijbelse tekst in het boek Daniel hoofdstuk 12 van het Oude Testament. In deze laatste dagen van de aarde zal de onderste steen bovenkomen en zullen de stenen spreken. De mens die deze kleitafel als eerste vindt, is of wordt gedwongen de finale keuze te maken. Hiervan hangt ons lot en dat van alle andere mensen af. De bezegeling zal daarmee plaatsvinden. Kiest deze mens voor God, dan wacht ons het aardse paradijs, een nieuwe hof van Eden, een eeuwige vrede waarin woorden als respect, liefde, saamhorigheid en vreugde weer de waarde krijgen. Maar is de keuze Satan, dan verschaft het die mens absolute macht over leven en dood, over goed en kwaad, over mens en beest, ik zou haast zeggen over hemel en aarde. Maar de prijs voor dit alles is de wereldbrand, het helvuur waarbij alle zielen in één metafysisch moment plotseling tot Satan getrokken worden. Een visioen hierover hebben de kinderen van Fatima gezien. Het is het eerste geheim, je kent het wel. Je ziet dus dat de kennis die op deze kleitafel is aangebracht van ongekende aard is. Daarom mogen we God danken dat ze niet is gevonden, tenminste niet door de tempelieren, nog door de monniken. Waarom niet door die monniken? Dat weet ik niet. Het is een gevoel dat ik niet kan omschrijven, meer intuïtief denk ik. Het betreft hier een geïsoleerd groepje geestelijke met vreemde, onkerkelijke rieten. Zelfs de curie in Rome weet ervan en de abt is al menigmaal ter verantwoording geroepen. Dus Satan zal alle moeite doen om deze kleitafel te bemachtigen? Niet Satans persoon, maar wel de mens die onder invloed van zijn duistere kracht staat. En de tekenen daarvan, zoals bijvoorbeeld dit geschrift, lijken te bevestigen dat hij daarmee vorderingen maakt. Harald zit momenteel in Jeruzalem. De prior scheen het niet gehoord te hebben, want hij vervolgde. Het document met de tekst over de lapen Jeruzalem verwijst met zekerheid naar die kleitafel. Ik stond op en pakte twee wijnglazen uit de kast. Voorzichtig liet ik er de kostbare wijn in lopen en gaf een glas aan de prior. Op de wederkomst. Ik moest erom lachen en wist dat hij, als flegmaticus, zichzelf weer in de hand had. Ik zag hem behoedzaam aan het glas nippen en een klein slokje wijn met een verwrongen gezicht door zijn mond spoelen. Meestal kreeg ik daarna een cascade aan lovende woorden te verwerken. Ditmaal beperkte hij zich tot... Prima. Werkelijk prima. Ik was absoluut geen Bourgondier. Voor mij betekende wijn gewoon een lekkere drank. Zonder het aureool van lof. Het was beslist geen nectar. Sek leste de dorst het best. En het drinken van zoete, witte Duitse wijnen vermeed ik. Verder was alles goed. Dus we weten nu dat het manuscript een aanwijzing is dat het zoeken naar de kleitafel wordt voortgezet. Zei ik als een aanzet om zodoende de draad van ons gesprek weer op te pakken. Ja, ik heb nog meer te vertellen met betrekking tot de tekst. Is het je opgevallen dat er slechts 5 hoofdletters gebruikt zijn? Ik keek opnieuw naar het papier en zocht de kapitalen. De F, de D, de L en de V. En tenslotte de C. Klopt, en ze vormen samen een soort acrostigon. Kijk maar. En hij wees met zijn vinger naar de F. Fraternité de la Veuve Cathique. Ik was verbijsterd.